Zie nou actie? Actie. Hey, ik kan met die geluidje die ik maak daar. Goedemiddag jongens. Welkom weer terug jongens. Kijk. Bij een mooie aflevering van Twee Wielers Noord. We hebben een MP3 staan. We hebben Gilera Fuco 500 staan. Ik vind de Gilera Fuco zo'n hele mooie machine. Ik vind hem mooi, de MP3. Hij ziet er gewoon mooi dik uit. Een kanon hoe het eruit. Lekker een beetje op een dinosaurus. Geen probleem, mooie machine. We hebben hier eentje staan. Diegene heeft hem gekocht in Duitsland. Kijk maar. Daar is het kenteken. Kijk. Kenteken. Dit wil ik jullie even laten zien. Kijk, Twee Wielers Noord. Twee Wielers Noord. Kijk, dit is krachtig. Dit is een. Ja. Kijk, netjes weer. Hoe het ook leg. Het legt er netjes bij gewoon. Net is soldaten. Maar dit is helemaal. Dus kijk, al die schroeven hoe ze leggen. Ik moet denken aan het Duitse militair, aan het Duitse Rijk. Hoe netjes ze stonden. Eens kijken jongens. Oeh, ik word er gewoon blij van. Hey, we hebben een Fuco staan, als ik jullie vertel. Hij heeft gekocht in Duitsland. Hij zei, Isa, ik stap op het ding. Ik rij, eerste instantie, starten en rijden. En ik rij op de snelweg. Boom. Vandaar ook je schilden. Die uitvoer schilden. Schilden betekent in Duits kenteken. Als je een motor wil kopen in Duitsland, zeg je tegen de goal, waar is die Zulassingsdienst? Zulassingsdienst is waar je die schilden krijgt. Ik wil een schilden. Rood schilden, niet gele schilden. Als je een gele kenteken krijgt, die is alleen maar voor binnen Duitsland. Niet voor buiten. Je moet eerst willen rode schilden. Een rode kenteken wil ik hebben. Dat is die. Dat is een uitvoerkenteken. Daar mag je mee rijden. Je mag 02517. Dat is de datum. Dat is dat. We gaan weer terug bij de Fuco. Hij zegt, ik rij op de snelweg. Boom. Uit het ding. Doet helemaal niks. Hij zegt, er kwam iemand bij. Ze hebben hem weggesleept. Hij heeft een busje gehuurd. Achter in de busje. Hij is nog bij iemand geweest daar in Duitsland. Die hem nagekeken heeft. Die hem even uitgelezen. Kwam er niet uit. Hij werd er niet wijzer van. Hij kijkt op internet. Hij ziet natuurlijk, waar kom je natuurlijk terecht voor je MP3 of je Fuco? Waar moet je wezen als je een Fuco of een MP3 hebt? Niet verder zoeken jongens, Twee Wielers Noord, hier bij ons, wij hebben de verstand van, wij weten waar we het over hebben. Dit was wel een moeilijke dit toch? Dit was wel een taai was toch? Maar uiteindelijk hebben we gevonden. Wat een moeilijke gemaakt hè? Hij heeft toevallig twee problemen. Die motor heeft twee problemen. Helemaal uit elkaar gestript, je ziet het. En motor weinig kilometers gedraaid, hè. Motor heeft maar 5.500 kilometer gelopen. Als je deze kant op komt. Dus kijk, allemaal zekeringjes die ik verbruikt heb. Elke zekering die ik erin douwde, sprong kapot. En dus, geen contact erin. Zo, boom, zekering kapot. Hij hoeft er maar tegenaan te komen, zekering kapot. Alle zekeringen maakte hij kapot. Ik ging hem verder zoeken. Gingen we de rollok kijken. De rollok. Werkt niet. Verder zoeken. Kwamen we in een keer bij de parkingsensor. Het is hij. Dit is de parkingsensor. De ECU. Hebben een aantal opgezet. Opgelost. Nieuwe zekering erin. Niks gebeurd. Zekeringen gingen niet kapot. Laatste probleem. Ging naar verder zoeken. We willen starten. Klik, 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 klik. Ik zeg, dit is niet goed. Even een tikje geven. Dan halen we erop. Wou nog niks doen. Als je met me meekijkt. Hier hoort de startmotor. Die hebben we weggehaald. Vanaf getrokken. Heb ik hem uit elkaar gehaald. Als je met mij deze kant op kon lopen. Nu is de startmotor van de Fuco. Stinkt echt erg. Verbrand. Toen ik hem uit elkaar haalde, is hij meegekomen. Is een magneetje. Zeg, die hoort hier zo. Gebroken. Kijk, als hij tussenin komt zitten, dan gaat hij gas geven. En gingen. Hebben we hem uit elkaar gehaald, gingen we kijken. Als je met hem meekijkt, zie je die koperen draden. Die lopen hier doorheen. Allemaal tot hier. De andere kant. Als je hier kijkt, kijk, hij is tussenuit gekomen. Maar dit.
Het lijkt wel een oude probleem. Kijk, die hoort hier tussenin. Hij is eruit gekomen. Kan door die magneet dat hij hem tussenuit heeft gehaald. Is kapot. Dus moet een nieuwe ECU in en een nieuwe startmotor. En daarna gaan we starten en dan gaan we kijken. En kijk, we zijn best wel ver met die dingen. Het is gewoon, die dingen hebben we in ons hoofd. Precies wat zo'n ding doet, wat er gebeurt. Ik weet waar ik het over heb. Als je maar kijkt, als je met me doorloopt, hebben we hier nog een ding staan. Mensen komen door het hele land komen ze heen. Omdat het juiste adres is, het is goed betaalbaar, het is goed werk, goed kwaliteit. Is er iets niet goed, dan kom je gewoon terug. Isa, ik ben niet tevreden, dan maken we het netjes. We zijn mensen, we maken fouten. En als we verder doorlopen, hebben we hier eentje met schade staan. Of je er eentje met schade hebt, of een elektronica probleem, of een rollock of een voorvork, maakt niet uit. Doet er niet toe voor je MP3 of je Vuco. Niet verder zoeken, jongens. Dit is het adres voor je Vuco of je MP3 of je motor of je wegrezen. Maakt niet uit, alles in twee wielers Noord. Alles wat met twee wielers te maken hebt, kom je bij ons. Wij maken het in orde voor je. Wij maken geen fietsen. Geen Spartamets, doen we niet. Bromfietsen, scootertjes, MP3's, motoren. Voor alles ben je bij ons welkom. We weten waar we het over hebben. De kwaliteit is bij ons goed. Het is gewoon bij ons goed. Beetje ziek. Nog een keer, prijzen zijn ook goed. We hebben een sterke team hier staan. Mijn broer Hamid, die komt eind van de week komt terug. Die is een paar weken in India geweest. Ingenieur. Waar andere mensen niet verder komen, gaat hij verder. Is een uitdaging voor hem. Dat is iemand die van uitdaging heeft. Als iets niet gaat, maar mijn broer Hamid bemoeit zich er pas mee op een hele verre stadium. Als wij er niet meer uitkomen op de werkplaats, dan is gewoon einde. Je hebt sommige motoren en bromfietsen. Op een gegeven moment kom je er niet meer. Dan zit je gewoon helemaal geblokkeerd. En dan komt Hamid erbij. En dan, wat doet hij? Dan gaat hij even een rondje om die motor lopen zo. Gaat hij even kijken. Zegt hij is goed. Dan gaat hij hier een nachtje over slapen. En volgende dag lost hij het op. Dan komt kracht vanuit de hemel. Oh jongen, jongen. Hey. Maar we gaan dat spul regelen. Als we dat spul hebben geregeld. Dan gaan jullie zeker van ons horen. Hoe en wat. En er komen mooie filmpjes aan van MP3's dingen. En van alles. Alle mooie dingen. Lekker eten, lekker drinken. We hebben net 4 pizzatjes weggewerkt. Met 3 man. 4 blikjes. We gaan de goede kant op. Dus ik denk, daar moeten we op wachten. Daar moeten we op de onderdelen wachten. En ik denk, we gaan met dit verder. Hè. Wat gaan we hiermee doen? Een mooie machine. Rijdt goed, rijdt echt goed. Als we aan de stuur zitten. Stuurt vreemd. Geen probleem, we maken het in orde. We planten een nieuw achterbandje op. En als ik een servicebeurt, maak hem helemaal netjes, maak hem helemaal in orde. Kijk, hier hou ik niet van. Dus kijk, zo'n schroef hierin zit. Die hoort in de accu. Die gaan we vervangen. Die moet gestraft worden, dit soort werk. Dus ik ben een nachtmerrie voor sommige bedrijven. Pas op, als ik erachter kom dat de mensen worden bedonderd, of bij Showdimited, ga ik namen noemen. Ik heb vaak mijn mond dicht gehouden. Dat mensen bij mij zijn gekomen, Isa. We zijn daar en daar en daar en daar geweest. Ze hebben ons bedonderd. En we zijn erachter gekomen dat niks hebben gedaan. Als het show doorgaat, ga ik namen noemen. En bedrijven noemen. Ik maak jullie met de grond gelijk, hè. Dus pas op, jongens. Gewoon werk netjes doen. Als jullie het niet kennen, dan moet je met je vingers vanaf blijven. Dan doen wij het wel, bij twee wielers nooit. Want wij hebben er verstand van. En als ons iets niet lukt, dan zeggen we ook, het lukt ons ook niet. Ik ben niet hoogmoedig om iets te erkennen dat ik niet ken. Oké, jongens. Dat is goed, joh.